Ja, het is natuurlijk een van de meest gruwelijke cyclosportieven. Don't ever try this at home. Kom op, Ellen. Oh, moeder. Het is een hoop werk, maar als je dan hier iedereen ziet echt in gespannen afwachting van de koers, dan is dat het toch wel weer waard geweest, moet ik zeggen. En waar gaat het gebeuren? De geschiedenis leert dat het gebeurt in de eerste meter omhoog, namelijk aan het begin van de, of eigenlijk nog een stukje voor de Côte d'Oise, bij de kerk van Grand Halleu. Dus ja, ondanks de ontkerkeling kunnen wij nog zeggen, in de kerk gebeurt het, want, of naast de kerk gebeurt het. Want ik denk morgen meteen de eerste meters omhoog. Als je daar niet mee bent, dan ben je ook gezien. Over de hele linie zit er wel groei in. Dus ik zou zeggen, Luik, Bastenaken, Luik, pas op je tellen, want Lapiet Bambergen komt eraan en is onstuitbaar. Ik weet niet meer wie het was, maar iemand zei, je hoeft maar 1 centimeter op kop te rijden in een koers. Het moet alleen wel de laatste zijn. Dus. Is dat nodig? Nou, heel hard nodig. Voor de moraal. Je moet een goede gefietste poets hebben. Wat is het? Een gepoetste fiets. Wat gaat het worden? Ik ga niet verminderen als een podiumplaats. Tussen wie gaat het? Ik denk tussen mij en Ellen. Ik denk wel dat Elle wel heel sterk is. Ine is in ieder geval een concurrent, dat sowieso. Ja. De concurrenten, heb je daar al mee gefietst? Weet je al ongeveer waar je ze, op welk moment je ze gaat lossen? Met Hein en Remy heb ik wel gefietst, maar Jan Struiken die zie je eigenlijk het hele jaar niet. Wat is dat? Dat is alleen een vitaminepilletje, voor de rest niks. Ja, voor de rest, dat zeggen ze allemaal. Materiaal. Jawel, nee, maar kijk maar wat erop staat. Ik weet niet of je het kan kijken, maar daar staat... Vitamine E is dat. Maar ik heb eigenlijk liever niet dat er verder nog gefilmd wordt hier, want we gaan zo aan tafel en ik ben niet zo gelukkig met de situatie die nu ontstaan is. Ja. Ik denk dat ik absoluut een kans heb om te winnen. Dus, ik voel me goed. Bescheiden. We zien het wel, ja. Ik weet niet wat morgen gaat worden. Dus het is afwachten. Misschien het wel, ik weet het niet. Mag maar af. We zullen wel zien. Dit is ook mijn derde keer dat ik er mee rijd. En ik ga voor het klassement boven de 55 jaar. Ik ben nu 56 en de enige boven de 56. Dus dat win ik altijd. Is dit voornamelijk smaakvol of is dit eigenlijk alleen maar voor de energie? Beide. Het is allebei belangrijk. Natuurlijk verse groenten voor de vitamine die je onderweg nodig hebt, toch? Ja. En de koolhydraten. Heb je dat t-shirt gezien met al die dingen? Nou, je wordt al niet goed als je dus al die pieken ziet. Hè? En dan moeten zij daar tegenop. Ja. Dat werkt echt, Pastas? Ja, dat denk ik wel. Hè. Er zit een hoop energie in, heb ik me laten vertellen. Dus daar ga ik wel vanuit. En we hebben er extra veel sambal in, dus dat verwacht ik ook wel wat van. Ja, je moet gewoon even de auto.
Is er een startlijn? Valt er wel. Net inkomen vliegen. Inkomen vliegen, ja. Kwart voor vijf uit mijn mandje. En toen snel naar hier gereden. Zo? Wie bepaalt hier de richting? Wie bepaalt hier de weg? Ik heb niets in te brengen. Gelukkig maar. En een beetje nerveus of gewoon helemaal relaxed? Nee, ik ben niet nerveus. Nee, nee. Winnaar stond achterin bij de start vorig jaar. Zeg maar. Het is een grijze en grauwe zondag 14 mei 2000. Er staan 30 meters aan de start in Trois-Ponts voor de derde editie van Lapied Bambergen. Wachten op de start. 5, 4, 3, 2, 1. En daar zijn ze dan echt vertrokken voor de ultieme krachtproef in de Belgische heuvels. 70 kilometer over 7 loodzware Ardennenhellingen. Het peloton vertrekt rustig. Maar dan wordt er meteen hard doorgetrokken. Iedereen probeert een goede positie te bemachtigen voor de eerste klim. Die begint bij de kerk van Grand Alleu. Hier is die kerk. En daar gaan de koplopers. Remy Jansen trekt hard door, gevolgd door De Wit, Rolf Janussen en Struiken. En daarbij Ruitenbeek, daar kraakt het. Erik Fransen zit wel erg verder achter. Daar hebben we de eerste dames, Ellen van Toor en vlak daarachter Ine Vermeer. Gerda van Hausselt, daar in het wit, kan het tempo niet volgen. En daar is de tweede groep. Tom Manders heeft de slag gemist. En daar zijn ook de leiders in de tandemcompetitie. U zag ze net voorbij rijden, het duo Hildo van Engen en Vera Dijkmans. Petra de Haas en Ivo van Wijk op zijn mountainbike volgen. Midden op de Côte d'Ivoire. Ine Vermeer probeert aan te haken bij Wiel Verstappen. Hier rijdt hij. En het is knokken naar boven. Een eerste peloton komt boven op de top van de Wanne. Eens even kijken. Van het Pad zit daarbij. Mark Janussen zit erbij. En ook Erik Fransen. Terug in Trois-Ponts zijn inmiddels twee renners ontsnapt. Het zijn de grote favorieten. Jan Struiken met nummer 24 en daarachter Rolf Janussen met nummer 12. Zij aan zij gaan ze de tweede helling op. Les Esal, 23%. Ja, dat is bijten. Mooie stijltocht die Struiken. En Janussen klampt aan. En zo zwaar is het inderdaad toch. Struiken hier in beeld uit de kleinploeg. En Janussen heeft toch moeite om het tempo te volgen. Maar slaagt daar wel in. Daarachter de twee achtervolgers. Het zijn Hein de Wit en Remy Jansen van het FBC-team. Ongetwijfeld door zijn kopman Kees van Asten naar voren gestuurd. Daarachter probeert Jack van het Pad weg te komen. Maar een eerste peloton zit hem op de hielen. Met Joost Linneman, Van Asten, Mark Janussen, Ruitenbeek en Erik Fransen. 23% deze helling hier op het steilste stuk. En dan kijken hoe het bij de dames is. Dit is Ine Vermeer, die zet alles op alles. En dat is nou echt afzien. Links naar rechts, van links naar rechts. En daarachter heeft Ellen van Toor het ook zwaar. Gaat het heel erg moeilijk. Kom op, Ellen. En komt ze erdoor? Nee, ze moet een voetje aan de grond zetten. En dat kan wel eens de beslissing zijn in de wedstrijd bij de dames. Het voorste peloton gaat intussen soepel omhoog op de Côte des Aumonts. En Jacques Fransen, zwaaiend met het handje, ziet het nog wel zitten. De eerste achtervolgers, De Wit en Jansen, zijn inmiddels aan de bloedstollende afdaling begonnen. Opmerkelijke man trouwens, die Hein De Wit. Inmiddels 43 jaar en nog steeds een van de sterkste mannen in het peloton. En ook Remy Jansen rijdt opvallend sterk. Hij solliciteert nadrukkelijk naar het kopmanschap in zijn ploeg. Kijk die twee mannen door dat prachtige Ardennenlandschap zuizen. En we horen de wind in de microfoon, zo hard gaat het naar beneden in deze afdaling. Dan zijn de koplopers inmiddels half koers op een van de zwaarste hellingen van het parcours, de Stockeu. Bekend van Luik Bastenaken Luik, maar liefst 21% stijging en zelfs de volgauto heeft het er moeilijk mee. Struiken rijdt eigenlijk onafgebroken aan kop en de sporters aan de kant die kunnen dat wel waarderen. Halverwege de helling is dit. En dan zijn we bij het standbeeld voor Eddy Merckx op de top van de Stockeu. Dan gaan we eens even de verschillen bekijken. De verschillen zijn serieus. De Wit en Jansen al op bijna 5 minuten.
maken daar de bocht naar links. En zo'n 3 minuten daarachter komt dan zometeen het eerste peloton. Daar komt het, onder aanvoering van Van Asten en Mark Janissen, die afstopwerk doet voor zijn broer Rolf. Het zal moeilijk worden voor deze heren om nog terug te komen. Dan gaan we naar de volgende coat, de eenzame strijders op de Côte d'Amermont op weg naar de ravitaillering. En daar zien we een paar renners van het FBC-team die in moeilijkheden zijn. Niet zo zwaar als de coat die we daarvoor hebben gehad, de Côte de Stockeuil, maar toch zwaar genoeg. Hier is de ravitaillering. Het voorste peloton is inmiddels uitgedund tot 6 man met Ruitenbeek daar vlak achter. Hartstikke goed! Merci hè. Daar hebben we dat voorste peloton, de 6 man. En daarvoor rijden dan De Wit en Jansen, inmiddels begonnen aan de Côte du Roger, 4 kilometer klimmen. Ja, het gaat goed hoor. We redden het wel. Dat kan hij dan wel denken, maar wat ze niet meer redden is de aansluiting met de koplopers. En die snellen nu door de Vallei van de Zalm op weg naar de laatste helling van de dag, de Côte du Brume. En de spanning stijgt dan. Struiken en Janissen zijn de nummers 1 en 2 van de vorige editie van Lapiet Bambergen. En zal Janissen nu eindelijk een keer die felbegeerde titel gaan pakken? Hier nog zij aan zij. En dan komt de lichte tempoversnelling van Struiken, bijna ongemerkt. Maar Janissen moet dan toch een gaatje laten vallen. Bij hem is de pijp leeg. En jawel, Struiken is los. Hij trekt door. Prachtige prestatie. Heeft een matig voorseizoen gehad, had wat weinig getraind. Dat had alles te maken met het openen van een eigen sportzaak. Maar op het moment suprême staat hij er gewoon weer. Op weg naar de overwinning in Lapiet Bambergen. Het is nog even stijl op dat stukje daar. Procentje of 10. Maar het tempo zit erin, de cadans is er. En daar gaat Struiken dan de trilogie voltooien. Na 2 uur, 12 minuten en 8 seconden komt hij over de streep. Op 32 seconden komt daar Rolf Janissen. Hij moet voor de 3e maal met zilver genoegen nemen. En dan kijken we naar de strijd om het brons tussen Jansen en De Wit. De Wit heeft aangezet, maar het is Jansen uiteindelijk die het brons pakt op 7 minuten en 26 van de winnaar. Hein De Wit wordt daarachter 4e. Hier komt hij over de streep. Dood en doodmoe. Het voorste peloton is inmiddels uiteengevallen. Kees van Asten ligt daar voorop en de anderen zijn er kort achter. Hier zien we dat uiteengevallen achtervolgersgroepje. Van Asten pakt de 5e plaats op 15 minuten en 24 seconden vlak voor Erik Fransen. Okay. Die zien we daar komen. Hey Erik. En dan daarachter in de verte, daar zagen we Joost Linneman. Die wordt 7e, net voor de aanstormende Mark Janissen. Die het tempo er nog goed in heeft. Klein versnellingje, dat is goed op die laatste helling. Jacques Fransen wordt daar 9e. Gevolgd door Johan Ruitenbeek op de 10e plaats. En zo zwaar was het. En hier zien we Jack van het Pad, de laatste van de achtervolgers van het eerste peloton eigenlijk. Ja. Hey. Bier. En dan hebben we alle mannen gehad en dan wordt het wachten op de eerste dame. Daar komt ze aan. Fanatieke aanmoedigingen van de teamgenoten voor Ine Vermeer. Na een 3e plaats en een 2e plaats in de voorgaande edities van Lapiet Bambergen komt ze in 2000 eindelijk als winnaar over de streep. In een tijd van 3 uur, 3 minuten en 57 seconden pakt Ine Vermeer het goud. En blij is ze.
Ellen van Toor, de tweede dame, op 10 minuten en 34 seconden van de winnares van Ine Vermeer. Tussen de mannen door finish zij. Hier de felicitaties van de nummer 2 voor de nummer 1 van de editie van 2000. En één voor één druppelen de deelnemers over de finish. Hier de tandem heeft ook het einde gehaald. Knappe prestatie. En daar dan de derde dame, Gerda van Hausselt. Brons voor haar. Ik word een beetje misselijk. Alles is pijn. Hartslag 173. Ga even rustig zien. Ging goed. Oh, nou volgende keer is geen tijdrit van maken. Poes. Ja, hij begon steeds meer te schelden en dan weet ik dat hij heel slecht zit. Ja, maar dat ene rare bochtje, dat je van de weg af, hup, dat is zo onoverzichtelijk. En dan ging het weer, hoorde ik eigenlijk. Ik hoorde iets kraken. Maar je weet waar je niks doet. Maar ik dacht, na de eerste keer gaat hij helemaal kapot. Deze nog een keer. Hoe kan dat vanmorgen? Ja, de start gemist. In de mist verkeerde afslag in Trois Ponts. Dus toen 25 kilometer omgereden. En toen zag ik opeens een afslag wannen. Ik denk, ha, die moet ik hebben. Toen zat ik op het parcours. Ik heb 100 kilometer gereden, 25 kilometer omgereden. De wan is verschrikkelijk zwaar en daar valt vaak de beslissing al. Daar wordt de groep helemaal uit elkaar getrokken. Dus. Ik wist wel dat het spannend zou worden en dat ik het heel moeilijk tegen Jan zou krijgen. Omdat hij toch echt heel veel kracht heeft. Hij is echt een krachtmens. Dit jaar even niet? Nee, dit jaar even niet, nee. Jammer, volgende keer beter. Het is toch weer aangekomen op de laatste beklimming. En we waren goed 400-500 meter onderweg. En toen hoorde ik Rolf terugschakelen. Dat was voor mij een teken om een tandje erbij te zetten. En toen ben ik doorgeknald. En toen was het gat geslagen. Nou ja, mijn klassement is natuurlijk naar de maan. Hè? De jeugd zat voor me dit jaar. Dus. Nee, de jeugd, ja. 39 einde wit. Ja. Ja. Hoe lang ben je bij Ine bijgebleven? Nou, tot die tweede helling waar ik af moest stappen. Toen zag ik haar weg fietsen en daarna heb ik haar niet meer gezien. En wel anderen. En ik denk, sinds waar is die paardenstaart? Maar ik zag haar niet meer. Makkie achteraf? Ja, achteraf wel, ja. Ja. Ja, als je gewoon niemand in de buurt hebt, dan kan je gewoon toch wat ontspannen naar fietsen. Dat is toch wel heerlijk. Ik denk dat Piet boven mee zit te kijken. Maar het is iedere keer prachtig weer. Na een eenzame strijd komt als laatste deelnemer over de streep Geraldine voren. Ze eindigt op 3 uur en 42 minuten van de winnaar. Ruim 2 uur na de nummer voorlaatst. Maar net had ik niks te drinken meegenomen. Ja, dan wil je wel even uitblazen. Maar we hebben het maar net gehaald. Dus. In 2 uur, 12 minuten en 8 seconden met een gemiddelde van 31,42 is weer winnaar geworden Jan Struiken. Dat levert natuurlijk een prijsje op, maar nog belangrijker, de meest smakeloze beker tot nu toe. En dan komen wij bij de winnares. Het doet mij natuurlijk bijzonder veel plezier dat dat iemand is uit de familie. Zo presteert tenminste nog iemand iets uit onze familie in de Piet. Nou, ik geef je eerst maar die beker, want het is werkelijk monumentaal. Gefeliciteerd. Even een bijzondere extra prijs, namelijk de poedelprijs. Ja, Gerrit Olderman, niet alleen ben je de oudste deelnemer van het gezelschap Lafitte Bambergen, maar ook de meest ongelukkige. Als ook in 3 uur 18 minuten en 5 seconden wordt het hele tandempodium bezet door Hildo van Engen en Vera Dijkmans. Hier zit Hildo.
Turn the ugly light off, God. Wanna feel the night. Every day it shines down on me. Don't you think that I see? Don't you think that I see what it's all about? Hard to look the other way while the world passes me by. And everyone is trying to bum me out.